We drinken, douchen en koken elke dag weer met schoon water. Voor iedereen is dat heel logisch. Maar is dat wel zo vanzelfsprekend? Bij het waterbedrijf in Groningen zijn ze in ieder geval dagelijks in touw om ervoor te zorgen dat er op elk gewenst moment van de dag betrouwbaar drinkwater uit de kraan komt. Het begint allemaal bij de Drentse Aa. Een deel van het drinkwater dat waterbedrijf Groningen levert, komt uit deze relatief schone beek. Ruim 7 miljard liter water per jaar. Toch moet er nog heel wat gebeuren voordat het betrouwbaar drinkwater is. Het water stroomt eerst langs een rooster, zodat bladeren, takken en andere drijvende zaken alvast worden verwijderd. Daarna gaat het richting het mengbekken. Hier verblijft het gemiddeld 60 dagen, zodat grote schommelingen in troebelheid en temperatuur worden afgevlakt. De waterinname uit de Drentse Aa wordt continu gecontroleerd. Dit gebeurt onder andere door inzet van watervlooien. Deze kennen een vast zwempatroon in zuiver water. Verandert hun zwempatroon, dan is dit een indicatie dat er iets mis kan zijn met de waterkwaliteit. In het ergste geval wordt de inname uit de Drentse Aa dan stopgezet. Vanaf het mengbekken gaat het water naar de coagulatiesedimentatie. Een vlokmiddel wordt toegevoegd zodat zwevende vuildeeltjes in het water aan elkaar gaan binden. Het water wordt tevens continu geroerd, zodat het vlokmiddel zwaarder en dikker wordt en het vuil kan worden afgevoerd. Het water gaat vervolgens door richting het filtratie- en desinfectieproces. Hier bestaat de eerste stap uit een dubbellaagse filtratie. Een soort snelfilter, bestaande uit antraciet en zand. Dit zorgt ervoor dat het water weer een stapje verder gezuiverd wordt. De volgende filtratiestap bestaat uit een actief koolfiltratie. De naam zegt het al. Het is een filter met actief kool erin. Actieve kool is een speciaal behandelde koolstof die de eigenschap heeft allerlei stoffen aan zich te kunnen binden. Dit ligt onderin het filter en zorgt onder andere voor een neutrale geur en smaak van het water. Ook wordt het water nog gedesinfecteerd met behulp van UV-desinfectie. Dit is een zeer doeltreffend middel om verschillende micro-organismen en eventuele bacteriën en virussen in het water te doden. Iets wat met de vorige zuiveringsstappen niet kan. Dan gaat het water nog een laatste keer door een filter. De langzaam zandfilters. Het water zakt hier langzaam door de zandlaag waarin zich een biomassa heeft ontwikkeld, welke eventuele laatste verontreinigingen nog op biologische wijze afbreekt. Tot slot wordt het water nog belucht door het over een kaskade te laten vallen, voordat het via de Rijnwateropslag op weg gaat naar de klant. Ook hier wordt het water bemonsterd en getest op betrouwbaarheid en kwaliteit. Het drinkwater wordt 24 uur per dag, 7 dagen per week nauwlettend in de gaten gehouden. Een geruststellend idee. Groningen geniet van heerlijk, fris en schoon drinkwater. Natuurlijk lekker, natuurlijk dichtbij.